Want hij staat nu op 65 wedstrijden. Ja. Nog 538. En dan zit hij bij mij. Donny van der Beek heeft zijn contract verlengd. Lucky Ajax bestaat deze week 25 jaar. Er komt een docu over hem uit dit weekend. En het is natuurlijk de klassieker. Kortom, tijd om even een bakje te doen met Sjaak. Even een bakje met Sjaak. Ja. Hoe gaat ie? Ja, heel goed. We hebben het wel druk deze week, hè? Heel druk hebben we het. De wedstrijd Ajax Feyenoord. Nou, en we spelen... Met Lucky Ajax. Ja, Lucky Ajax heeft 25 jaar bestaan. 25 jaar al? Ik vind het best wel lang, Sjaak. Ja, maar de tijd gaat snel, hè. Dat zie je ook met je leeftijd. Zo ben je 50 en zo ben je 75 en bijna 80. De week begon mooi. Ook mooi met Donny van der Beek, die zijn contract heeft verlengd. Ja, hoe vind je dat? Goed. Ja, goeie ik start? Vind het prima. Voor een jonge speler, die moet eerst een 100, 200 wedstrijden spelen. Hoe trots ben je op hem? Ja, natuurlijk ben ik trots. Ik vind het altijd leuk, het mooiste, dat als je een jonge speler hebt en je ziet wat je kan als voetballer. En dat je dan ook met hem kan praten over de dingen waar hij nog niet goed in is. Nou ja, hij is typisch zo'n speler die er ook van leeft. En dat vind ik ook heel belangrijk. Dat is het koppie erbij. Ja, het koppie zit wel goed, hè? Dat zit absoluut goed. Nou, want hij staat nu op 65 wedstrijden. Ja. Nog 538. En dan zit hij bij mij. Ja, nou, dat gaat niet meer gebeuren, hè? Nou, dat zou moeilijk zijn, omdat in onze tijd één club... Ja, ik was voor Ajax. Maar tegenwoordig, als ze 3-4 jaar bij een club zijn, dan is gaan het ze toch meestal weg. Ja. Dit weekend komt er een documentaire over jou uit. Ja. Hoe vond je dat je zo gevolgd bent? Gevolgd? Oh, gevolgd. Ik dacht, ik zei gevolgd. Gevolgd, nee, dan zei je nooit gevolgd. Ja, was heel leuk. Ik heb het ook gezien dus, met mijn dochter Rebecca. En die is erg kritisch altijd. Altijd van wie zou ze dat hebben? Op altijd wat en dit en dat. Ik vond het echt heel mooi. Ja? Want ik vond ook wel dat we je een beetje op een andere manier zagen. Ja. Best anders, wel kwetsbaar. En... Ja, er kwamen een paar kwetsbare dingen ook in. Nou, dat is ook goed. Het is ook niet allemaal top. Nee. En dat mag ik best vertellen. Dit weekend, ja. De klassieker. Ja. Bijna bizar dat de eerste wedstrijd is voor Erik ten Hag, toch? Dat je met zo'n wedstrijd begint. Ja, dat is ook echt zo. Dus hij gaat het laten zien, denk ik. Nou, hij weet hoe Ajax speelt. Hij pakt ze vaak punten af de laatste tijd. Ik denk dat hij een goede trainer is. En dat hij goed gevoel heeft hoe je het elftal neer moet zetten. Even een kleine voorspelling nog. Wat gaat het worden, denk je? Ik denk 2-1. 2-1. Ja, dat wilde ik ook zeggen. Eerlijk? Ja. Nou, zie je, denken we toch een beetje samen. Een beetje samen. Wil je nog iets zeggen tegen Donny? Die zit bij mij in de uitzending. Zit hij in de uitzending? Ja, zeker. Nou, Don, ik hoop dat je gaat scoren in de klassieker. Ik heb het zelf veel gedaan, dus ik verwacht van jou ook dat je er eentje gaat maken. Ik hoop het ook, Donny. Inside Ajax. Iedere vrijdagavond op Ziggo Sport. Gratis voor Ziggo klanten.